Since that's today, we order for 2 mics. Later they say there's only 1 mic. Now they are testing everything, you know, the mic's not working, so that's stressful. The MC is waiting. Hoe voel je je? Een klein beetje gestrest, maar gewoon oké. Okay. Ja. Waarom voel je gestrest? Omdat een DJ te laat was, mensen komen iets later binnen, je merkt dat er bij de kassa soms een ticket niet goed gescand wordt, soms wel. Dat, maar gewoon op een goede manier, alles komt goed. Ik ben dus Chaya, ik ben 37 jaar, ik kom uit Breda. Ik woon heel mijn leven al in Breda, echte Bredaanse. Ik ben eigenlijk in de evenementen gerold. Ik kom uit de horeca, dus eind 20, halverwege de 20 zo ongeveer. Toen ben ik achter de bar gaan werken bij een restaurantclub die nu niet meer bestaat, hier ook in Breda. Ik wist niet wat ik wilde doen, ik was het even helemaal kwijt. En toen ben ik daar dus achter de bar gaan werken en vanuit daar ben ik in contact gekomen met de nachtscene en van dichtbij dus alles meegemaakt. En toen dacht ik, goh, dit kan ik ook, dit gaan we doen. Dus vanuit zo is het gestart. Ja, ik ben Chris, Christopher Moreno. Kom uit Ghana. En hoe ik DJ ben geworden is volgens mij op mijn 18e. Op mijn 18e ging ik stiekem naar club en zo. Ja, ik zag gewoon, toen die tijd zag ik een DJ en die is onlangs mijn goede vriend. En ik zag hem draaien en het inspireerde me en zo ben ik ook een beetje gaan verdiepen. Via een beetje YouTube kijken, dit en dat. En ik vond het gewoon leuk. Nou, vandaag is dus een dag voor het event. Stress niet echt, wel gezonde spanning, dus een beetje onderbuikgevoel. Maar geen stress, nee, we hebben het onder controle. Dingen die er mis zouden kunnen gaan is inderdaad als DJ's te laat komen of niet zouden komen. Het weer heel slecht is of de vibe helemaal af is. En dat is eigenlijk het ergste wat er kan gebeuren. Afrogasm is, Christopher die kwam met het idee van heel die afro scene die is ontzettend upcoming. Nou, hij komt zelf uit Ghana. Dus hij heeft die directe connectie met Afrika, is daar al. En hij kwam met het idee om een mixtape te droppen, dus Amapiano Afro. En die werd redelijk goed ontvangen online op SoundCloud. En toen zei hij van, we moeten dat een beetje aanpassen. Een beetje meer gaan mixen met Afrobeats. Laten we dat eens gaan kijken hoe dat werkt. En dat werd heel goed opgepakt. En vanuit daar, die naam werd ook goed opgepakt, Afrogasm. En toen hebben we met David zijn we gaan praten. Toen dacht ik, we gaan een keer een editie geven. Hoe voel je je? Een klein beetje gestrest, maar gewoon oké. Waarom voel je je gestrest? Omdat een DJ te laat was. Mensen komen iets later binnen. Je merkt dat er bij de kassa soms een ticket niet goed gescand wordt, soms wel. Dat, maar gewoon op een goede manier. Alles komt goed. Hoe zorg je ervoor dat het goed zal gaan? Omdat het altijd goed komt. Het is nooit gebeurd dat de avond niet doorgaat. Dus wij hebben er last van, maar de mensen voor merken niks. Fix momenten. Ja, ik zeg je eerlijk, gewoon die hele feit dat iedereen helemaal losgaat. En dat je die dag daarna ook gewoon een reactie krijgt. Van het was een dope feestje. Wanneer is de volgende? Dat krijg je een beetje kippenvel van.